different from what we do every day. Dan komt er iemand naar beneden. Ja, die gaat gewoon rustig afzeilen en je doet nog niks. Helemaal niks. Jo, spring ik nou van die tour af? Ja, ik spring weet ik net. Ja, ik hoop dat ik dat toch alleen. Dat ben ik eigenlijk van plan om te doen. Ja. Mitchell, volgens mij is ongeveer overal als eerste vanaf. Ben je zo'n held? Nou ja, alles is veilig hier, dus er gebeurt je niks. En, ik vind het leuk om te doen. Ik heb genoeg jongens zien die weten ook wel dat het veilig is, maar die doen het niet. Nee, dat is waar, hè? Zoals Kenny bedoel je natuurlijk. Ik zie toch wel eng. Ook het tokkelen, langs die lijn naar beneden gaan, dat voor je niks? Nee, dat is iets te hoog voor mij. Iets te hoog. En in die ladder springen? Nee. Dat lijkt me, voelt alsof ik dood ga. Ik bedoel, dat is echt niet voor mij. Zie niet, hij is er dichtbij, denk ik. Dit is betere werk, Kenny. Ja, veel beter. Ik moet even testen, ja. Beter dan springen. Ja, beter. Het is ook wel wat teambuilding, op een man vertrouwen, maar je er net aan het begin van het seizoen waar? Ja, natuurlijk, maar je er aan het begin van het seizoen waar. Eigenlijk maar je per dag in de vooruit loeken. Zeg van oké, we maken een heel mooi programma waar ik dit in zit, maar ik dan daarna in mij bespreken wat gebeurt er nou mij in, wat denk je nou en hoe kan je dat vertalen naar het voetbalveld? Nou ja, dat, maar goed, dat is van een eye trainer.